Hoi iedereen, nieuw workoutje vandaag. En iedereen dat de workout Linda kent, gaan we vandaag een dumbbell Linda ervan maken. En dat wil zeggen dat we van 10, 9, 8, 7 tot en met 1 gaan werken. En we gaan eigenlijk 10 deadlifts doen om mee te beginnen. Mooie rechte rug. Als we recht komen, billen goed aanspannen. Voilà. Daarna gaan we 10 dumbbell floor presses doen. Heb je een bankje thuis? Kan dat natuurlijk ook op een bankje. Maar dit is een optie dat iedereen wel kan. Heb je niets voor nodig, enkel je dumbbells. Voilà, we duwen dumbbells uit. Ellebogen in een hoek van, 90, van 45 graden of 90 kunnen in alterneren eigenlijk. Hè. We hebben meer triceps of meer borst. Dan doen we 10 dumbbell hang squat cleans. Dus weer met onze 2 dumbbells gaan we tot aan de knieën. We springen eronder in een squat en we komen recht. Als we van alles 10 herhalingen hebben gedaan, gaan we van alles 9 herhalingen doen. 8, 7 tot en met 1. Ja. Voor onze bodyweight gaan we best wel een pittige optie doen. We beginnen met alternating single leg glute bridges. Dus we gaan op de grond, hielen tegen onze billen aan, 1 been in de lucht. Squeezen we goed die billen op, naar boven. We mogen alterneren, Melanie. Dus je mag links, rechts afwisselend doen. Nee. Dat was een detail. Oké, okay, goed. Dan hebben we 10 reverse lunges. Dus naar achter toe uitstappen. Links, rechts. Voilà. Gevolgd door 10 push-ups. Goeie plankpositie houden, mannen. Onze ellebogen in een hoek van 45 graden naast ons. Mag de knieën zetten of een verhoogje gebruiken. Dan blijven we daar, want we gaan naar onze Sphinx push-ups. Direct daarna, pittige vorm. We starten met onze ellebogen op de grond. Ja? Van hieruit duwen we ons op. Gebruik goed door druk te zetten op je handen. Ja? Je kan scalen door knieën te zetten. Voilà. En als laatste, jumping squats. Go, Melanie. Jump en op. Ja? Dus focus echt hier goed op billen aanspannen in de opwaartse beweging. Hetzelfde principe van 10, 9, 8 tot en met 1. Veel succes. Tot morgen.